Ik sta hier bij Hanny Niessen. 15 jaar de kunsthal van Stichting Indigo. Wat betekent dat voor jou en hoe heb je dat kunnen realiseren zo lang? Nou, dat kan ik niet navertellen hoor. Met veel energie en vooral passie. Heel veel passie. En dan, zolang je gezond bent, kun je dat allemaal. En doe je dat gewoon heel hard werken, maar het is zo de moeite waard. En ik moet zeggen dat ik er eigenlijk toch trots op ben. Dat er nog zoveel vrijwilligers van het eerste uur zijn. En dat die het ook allemaal met ontzettend veel plezier doen. Dus ja, dat maakt het werken ook gewoon leuk. En doorgaan tot je klaar bent. Ik zou niet anders weten. Het is leuk om te doen. Ik blijf in elk geval bestuurslid. En ik blijf kinderen kijken, kunst doen. En de rest bouw ik af. Want het kost allemaal veel energie. En daar heb ik het niet over. Ik heb geen energie meer over. Dus zo is het goed. We hebben al onze vrijwilligers gevraagd om in de uitnodigingen te kijken van de afgelopen 15 jaar. Dus met deze erbij 77. En ze hebben allemaal lijstjes gemaakt. En de kunstcommissie heeft daar weer uit gekozen. Het moest natuurlijk ook een spannende tentoonstelling kunnen worden. Dus wij hebben ons er weer over gebogen om het uit te zoeken wat er nu hangt. Ik ben zeer tevreden. En iedere kunstenaar is enthousiast. Dus dat is ook ontzettend fijn om te horen. Ja, dat maakt het leuk. Scheemskerk, ik laat het met gerust hart aan hem over. En wat hij niet weet, kan hij vragen. Kees Heemskerk, hij heeft het stokje overgenomen van Hanny Niessen. Hoe ben jij er zo toe gekomen? Wat is jouw passie en wat is jouw betrokkenheid geweest voordat je hier bij de kunsthal kwam? Ik ben van ouds ben ik eigenlijk tekenleraar. En later breder met CKV 1, 2 en 3. Ik heb ook voortonderwijs lesgegeven in kunst. Het is gewoon heel leuk om mensen enthousiast te kunnen maken over kunst. Ik ben meer op afstand belangstellend geweest, op afstand van lokale kunstenaars bedoel ik. Ik heb me meer op internationale kunst gericht in de tijd dat ik leraar was. En ik heb eigenlijk de kunst al een beetje verwaarloosd, daar voel ik me een beetje schuldig over. Dus toen ik met pensioen was, vorig jaar gestopt met werken, heb ik mij hier aangemeld. En ik heb een jaartje meegedraaid in het opzetten van de tentoonstellingen. En ik weet dat er behoefte is om iemand die de kar een beetje gaat trekken. Het lijkt me fantastisch mooi om dat te mogen doen. Alleen met z'n allen kunnen we dit voor elkaar krijgen. Maar wij zijn geen echte professionals die het misschien veel sneller doen. Wij hebben tijd nodig om goed na te denken waar komt wat. Hoe delen we het in? En hoe zorgen we voor een goed ogende tentoonstelling? Ja, met zoveel mensen hier vanmiddag, dan kan je niet meer dan tevreden zijn. Nee, we zijn ook heel erg enthousiast hoor. Ik bedoel, er zijn nu meer dan 200 bezoekers bij een opening al. En dat is echt bijzonder. Er zijn vele andere gelegenheden die er heel jaloers op zullen zijn. We hebben bijna 400 donateurs en dankzij hen en sponsors is het allemaal mogelijk. Dus dank u daarvoor. Als blijk van waardering, dus het boekje en straks ook een poster om mee naar huis te nemen. Bij het vertrekken dan krijgt u dat aangeboden. Het eerste exemplaar van dit boekje wil ik graag aanbieden aan de wethouder. Als dank voor zijn steun en de steun waar we op hopen in de komende jaren. U heeft gezegd dat u uw best wil doen om dingen bij elkaar te schrapen. Ik weet dat de gemeente in een periode zit van bezuinigen. Dat snap ik helemaal. En ik vind het dan heel fijn dat u de belofte doet van ik ga proberen jullie ook te ondersteunen waar mogelijk. Dank u en hierbij het eerste exemplaar. En ik wil u danken voor uw bezoek. En veel kijkplezier. Hierbij is de tentoonstelling nog altijd.